En van harte goede dag, welkom bij deze live uitzending vanuit de studio's van DTV op deze mooie maandag. Nou, we zijn het weekend ingegaan met dat van Pan American. In het programma Interactief hebben twee deskundigen uitgelegd waarom het niet nodig was om zoveel geld te betalen aan de ondernemer. En zo hebben we gekeken naar die zaken. Maar nu naar de klokkenluider. Hoe zit het met de klokkenluider? Tot nu toe is niet bekend wie de klokkenluider is. Er zijn vermoedens. Namen die opkomen van mensen die, of tenminste één persoon die waarschijnlijk de klokkenluider zou kunnen zijn. Maar dat we dus dan nu al weten wie de klokkenluider is, ja, dat weten we niet. Meneer Hikmat, Mahat Khan heeft met mij gebeld. En die zegt van, hey Gerald, er is iets dat wij moeten bespreken. En iets dat zeker wel de aandacht van de samenleving moet krijgen. En ik zei van, oké, waarover gaat het? Meneer Hikmat is van mening dat de samenleving bespeeld wordt. Dat zegt meneer Hikmat. Hij zegt, de klokkenluider in de Pan American case is niet in actie gekomen omdat die begaan is met het lot van het land. Maar er zitten wraakgevoelens erachter. Persoonlijke belangen van de klokkenluider is het motief en hij zuigt iedereen mee in een fuik die hij moedwillig heeft geraffineerd en gecreëerd. Hij moet aan de lijn zijn. Ik denk dat hij nu aan de lijn moet zijn. Als ik het goed heb, nog niet. Meneer Hikmat, zoals afgesproken, zou je nu aan de lijn moeten zijn. Ja, hij is aan de lijn, geloof ik zo. En dan gaan we met hem praten over al deze zaken, de uitspraken die hij gedaan heeft en hoe hij tegenaan kijkt. Meneer Hikmat, goedemorgen. Ja. Ja, goedemorgen Suriname, goedemiddag Nederland. Oké. Hoor je me, Gerald? Ik hoor je heel goed, alleen moet Berto me meer geluid hier geven, maar u bent goed te horen. Ik heb mijn inleiding al gedaan zo'n beetje over uw denkwijze over de klokkenluider. U zegt, de samenleving wordt bespeeld. De klokkenluider in de Pan American case is niet in actie gekomen omdat die begaan is met het lot van het land. Maar er zitten wraakgevoelens erachter, persoonlijke belangen van de klokkenluider is het motief. En hij zuigt iedereen mee in een fuik. Meneer Hikmat, ik neem aan dat u niet zomaar tot deze conclusie bent gekomen. Goed. Nee, klopt. Zal ik een kort intro geven en dan uitleggen waarom ik dat vind. En waarom het belangrijk is dat wij ons hierin verdiepen. En ja, dat is dit. Kijk, de aanleiding voor de luisteraars is heel belangrijk om te begrijpen waarom ik dit vind. Ik vind het heel belangrijk dat wij onafhankelijk onafhankelijk naar de zaak kijken. Onafhankelijk in die zin dat we niet achter iemand aanrennen. Daarmee moeten wij ook niet meedoen aan het niet meedoen aan agenda's van deze of gene. Maakt niet uit wiens agenda. Dat betekent dat, Gerald, jij hoort mij? Ik hoor je heel goed. Ja, oké. Dat betekent, dames en heren, dat wij ook zelf ons moeten verdiepen in de materie. Ik heb een paar keer opgeroepen, en ik kom dadelijk over mijn rol in deze, dus dat ga ik ook bespreken met jullie. Dus ik heb twee artikelen geschreven en ik heb een interview afgegeven. En de rode draad daarin was, althans één deel van de draad, is dat ik Surinaamse deskundigen opriep om zelf deze zaak te fileren en te kijken of er misschien niet andere tjoetjas zijn dan wat de klokkenluider ons wil doen geloven. En het is belangrijk dat wij weten welke tjoetja er zijn. Ik zal dadelijk nog dat ook toelichten. En ik werd en wat mij opviel is dat mensen daarop niet wilden ingaan. Geheel zoals het gebruikelijk is in Suriname.
pijnlijk voor heel veel mensen, maar het is zo. Want het is bewezen. Afgelopen vrijdag, in die uitzending van DTV, waar meneer Kanhai en meneer Van der Zaan waren, heb ik ingebeld en ik heb meneer Kanhai opgeroepen, althans de vraag gesteld. En tot mijn teleurstelling, ik gezegd van ja, nee, de Surinaamse advocaten of juristen zitten hier niet in een luie stoel of in een hobbelstoel, zoals hij zei. Nou, ik heb slecht nieuws voor meneer Kanhai. Ze zitten wel in een luie stoel, want geen één heeft er iets aan gedaan. En ook meneer Kanhai niet. Ik wil niet meneer Kanhai bespreken, maar ik wil de situatie bespreken. Meneer Kanhai heeft in de uitzending van DTV alles klakkeloos herhaald wat de klokkenluider gezegd en geschreven heeft. Hij heeft vanuit zijn professie totaal niks toegevoegd dan wel iets anders, een andere invalshoek genomen. Ik vond dat heel merkwaardig. Ik vond het merkwaardig, zo merkwaardig zelfs, dat ik dacht, joh, het lijkt alsof ik naar de klokken luister. Dus toen dacht ik van, no, dan ga ik het maar zelf doen. En toen ben ik achter de documenten gegaan, wat op zich een hell of a job was. Want meneer Kanhai zei, je kunt het zo downloaden, wat niet waar is. Er zijn twee links, en je moet die links hebben, en dan kan je downloaden. En die links zijn niet zomaar op internet, die moet je krijgen. Dus die klok, dus ik was ook al een beetje verbaasd van dat hij zegt, je kunt zo downloaden. En het was ook niet zo makkelijk te krijgen voor mij. Ik heb bijna stad en land moeten aflopen om het te krijgen. Oké, ik heb het gekregen. Ik heb het hele weekend aan besteed. En vandaag ook nog voor een deel. En ik heb ook deskundigen geraadpleegd. Internationaal ook. Ik heb mijn kennis en mijn netwerk, dat zijn juristen, politici, mensen die betrokken zijn bij staatsrecht, heb ik gesproken. Ik heb ook sommige mensen zelfs in Suriname gesproken. Dus ik heb nu een beeld wat ik met jullie wil delen. En waarom wil ik het delen is omdat ik oproep dat we onafhankelijk naar de zaak kijken. Sinds ik gemeld heb dat wij maandag bij DTV zijn, kreeg ik zelfs van een advocaat in Suriname. Die advocaat is zo brutaal om tegen mij te zeggen, ja, dat is typisch Hickman. Ik zeg, joh, jij hebt wel lef eigenlijk om mij dat aan te rekenen. Zelf heb jij geen donder gedaan. Welke advocaat? Een paar keer opgeroepen. Nee, ik ga de naam niet noemen. Het is in een privé app-uitwisseling geweest. Maar ik wil illustreren, dames en heren, dat die advocaat ook politicus is. Hè? Even ook nog voor jullie beeld. Het is een politicus. Het is een advocaat en daar heeft hij nou lef eigenlijk om tegen mij te zeggen, ja, typisch ik maar. Terwijl hij zelf niks heeft gedaan. En ik heb het terug, hè. Ik was dan heel brutaal. Ik zeg, hou je mond, want zelf heb jij niks gedaan. En anders begin nou iets te zoeken en met het volk te delen. Abu. Dus dan merkte ik dat ik dan op het goede spoor zit. Het tweede wat ik ook merkte, is dat er sommige mensen mee schreven, hé, Hickman, wat krijg je nou? Ga je nou VHP verdedigen? Mitak, ai boy, ik verdedig niemand niks. Wat ik wil, is dat we eerlijk naar alles kijken. Dus ik heb geen politieke kleur, dus ik heb ook geen last van ik verdedig NDP of VHP of ABOP, whatever. Fout is fout in mijn ogen, dus daar gaat iedereen voor de bijl. Dus dat was mijn reactie ook naar die persoon. Nu, dus dat is mijn aanleiding om nu zelf in die materie te duiken. Ik heb even genoemd de uitzending van DTV, dames en heren, waar meneer Kanhai optrad. Nogmaals, ik wil meneer Kanhai niet bespreken, ik heb daar heel veel respect voor. Maar ik vind het wel belangrijk, omdat meneer Kanhai niet de eerste en de beste in de samenleving is. De samenleving kijkt op tegen hem. Ik vind hem altijd gezellig om naar hem te luisteren, fatou. Al die jaren, dus ik heb ook ik wil daar ook respectvol mee omgaan, maar ik wil wel gewoon eerlijk zeggen wat ik ervan vind. Dat geldt voor iedereen. En voor de geruststelling aan iedereen, ik zei ook tegen mijn ouders wat ik van dingen vond. Dus dan betekent dat iedereen eigenlijk ook plaats moet maken. En als ik iets vind, dan wil ik het wel delen. Abu, dan weet je dat. Oké, waarom is het belangrijk, dames en heren, dat we onafhankelijk naar de zaak kijken? Ik ga het illustreren. Alles wat wij tot nu toe weten, iedereen weet wat de klokkenluider ons heeft willen doen geloven. En wat heeft die klokkenluider gedaan? Die klokkenluider heeft het volgende gedaan, dames en heren. Die heeft
een brief geschreven aan de PG met een aantal bijlagen in november vorig jaar. 20 november. In die brief heeft hij vastgesteld dat er iets mis is. En ik kom dadelijk op die brief, maar ik wil even de structuur aan jullie uitleggen. En daarmee heeft die klokkenluider een richting gekozen wat die denkt. En de klokkenluider is een hij, dus ik ga voortaan in hij-vorm praten, want het is een man. En ik kom dadelijk op waarom ik dat zeg. Dat hij... Hij vindt iets, dus hij heeft eigenlijk zijn narratief, zijn storyline opgebouwd. En dat heeft hij onderbouwd met selectief, let op het woord, selectief, passages te plukken uit die documenten. Dus selectief wat hem uitkomt om zijn kracht bij zijn verhaal te zetten. Andere passages die misschien juist vrij pleiten, heeft hij moedwillig achtergelaten. Oké. Dus daar heeft hij een storyline gebouwd. Daarmee wil hij ergens naartoe. Daarmee creëert hij een fuik voor iedereen die dat leest. En Abou. Het tweede wat die klokkenluider gedaan heeft, in januari heeft hij een tweede brief geschreven. En daar heeft hij hetzelfde geintje uitgehaald. Abou. Dus twee brieven naar de PG met bijlagen. Dat is wel het goede nieuws. En in beide brieven heeft hij een storyline gebruikt. En daarbovenop nu, en nu komt het, dames en heren. Daarbovenop heeft hij een e-mail geschreven waarin hij twee links heeft geplaatst. En vanuit die links kun je die brieven naar de PG en de bijlagen downloaden. En die links kan je niet zomaar op internet vinden. Dus vergeet het, iemand moet het met jullie delen als je daar bovenaan hebt. En dan kun je downloaden. Nu de e-mail, want daar zit ook een beetje die crux. Meneer Riekmaat, ik luister naar u, maar ik weet niet als u het verhaal helemaal wil vertellen, of ik heb toch wel een duidelijke vraag, hoor, over wat u zegt. Ja, daar kom ik zo op. Maar Gerald, nog 1 seconde alsjeblieft, want dat is belangrijk. Anders wordt het van de hak op de tak, kunnen mensen die dingen niet volgen. Dus laat me dit even alsjeblieft. De e-mail heeft een structuur, eigenlijk een beetje hetzelfde als de brief van de PG. En nu komt het op die zin waarom ik zeg, die klokkenluider zuigt ons in een fuik, zoals hij dat ziet en ons wil doen zien. Abou, nu komt het eigenlijk. Het is belangrijk dat het OM natuurlijk dat niet gaat zien zoals hij dat ziet. Het OM gaat natuurlijk breder kijken en daarom neemt het OM de tijd. En begrijpelijk. Nu is het zo, Gerald, je mag nu de vraag stellen alsjeblieft. Mooi, ik ben blij dat u de ruimte nu geeft, alhoewel ik het zou kunnen nemen. Maar ik wil gewoon dat u het verhaal goed uitlegt. Ja, alsjeblieft. Goed. Ja, mag meneer Oostburg ook deel uitmaken van het geheel? Nee, nog niet. Als aan het eind wel, want ik wil niet... Want dat was ook niet de afspraak met jou. Dus ik ga Nee. Hij is gekomen naar hier en ik vraag. Het was niet de afspraak natuurlijk. Hij is gekomen naar hier en ik vraag. Dat mag wel, maar niet... En als meneer Oostburg luistert heel... Meneer Oostburg, het is niet zo dat ik met u niet in discussie wil. Maar ik wil dit verhaal gewoon rustig goed kunnen uitleggen. Okay. Gestructureerd, niet onderbroken. Maar dat heb ik ook met Gerald afgesproken, luisteraars. Als dat niet zo is, dan doe ik ergens anders. Maar dus ik wil gewoon gestructureerd uitleggen. Abou. Meneer Riekmaat, dat was niet mijn vraag, hoor. Ik heb goed gevraagd. I know. Maar daarom heb ik net in mijn antwoord ook rechtstreeks tot meneer Oostburg gericht. Ja. Het is niet zo dat ik... Maar die vraag die ik wil stellen... Ik wil graag met u debat, maar aan het eind, als er tijd is, en anders doe een tweede uitzending, heel graag. Ik maak er tijd voor, dames en heren, want ik heb mijn heel weekend aan besteed. Ik heb geen enkel voetbalwedstrijd bekeken. En ik heb vandaag ook mijn werk even laten liggen en ook hierna gekeken. Dus ik doe mijn bijdrage voor land en volk. Abou, nu terug naar... Maar die vraag van mij... U zegt de klokkenluider is heel selectief geweest en heeft bepaalde zaken niet aangehaald. U sprak over passages, hè?
Welke passages denkt u dat hij dus niet heeft meegenomen? Ja, jawel, daar kom ik zo op. Sorry, we moeten... als ik aan het eind niet... noteer alvast die opmerking, alsjeblieft. Ik heb erover nagedacht. Dus nu geef me alsjeblieft wat ruimte. Het punt wat ik wil maken is dat die klokkenluider... En dames en heren, het is een samenspanning. En ik ben in de reconstructie van mezelf tot de conclusie gekomen dat ik bijna weet wie de klokkenluider is. Ik heb drie namen in mijn hoofd. Het is in afval een jurist die de brief geschreven heeft. Maar die jurist is niet degene die in de catacomben de documenten heeft opgegraven. Er moet iemand anders van binnen zijn die in de catacomben de documenten heeft opgegraven en samengespannen met die jurist. En waarom is dit belangrijk? Omdat die jurist het beter had moeten weten. En vandaar dat ik zei, hier zijn valse motieven in het spel. Want, kijk, dat de klokkenluider dit naar buiten brengt, dat is altijd fijn. Want dat is, dan kunnen wij de regering controleren en eventueel corrigeren, et cetera. Dat is altijd fijn. Alleen, wat is nou het motief van, en waarom is het relevant? Omdat kennelijk die klokkenluider ons ook vanuit zijn motief in de verkeerde richting aan het duwen is. En nu, waarom is het belangrijk dat we de juiste richting hebben? En ik ga een voorbeeld geven. Is als de aantijging die gepleegd wordt, en als de aantijging die gemaakt wordt, als dat niet hard gemaakt kan worden bij de rechter, maar eerst natuurlijk bij het OM, dan bij de rechter, dan loopt de potentiële verdachte, of de verdachte, de potentiële dader, vrij uit. Ik ga een voorbeeld geven. Als je iemand moord ten laste legt, en bij moord is het eigenlijk zoals algemeen bekend, moet je eigenlijk voorbedachte raden onder andere kunnen bewijzen. Maar het blijkt achteraf doodslag te zijn, die man lacht je uit en hij loopt zo de zaal uit. Maar een ander voorbeeld, ik heb dat in het artikel geschreven, als iemand een aanrijding maakt en de politie komt er naartoe, al die omstanders die schreeuwen elkaar van ja, die mannen komen heel hard aanrijden, de snelheid enzovoorts, en die politie komt en die ziet zijn buurjongen of de jongen, de zoon van zijn buurman of zo weet ik veel, dus hij herkent die jongen, en als de politie belangen heeft, dan gaat de politie alleen pour la forme de snelheid controle doen. Kijkt hij naar die remstand en remweg en zo. En dan stelt hij vast en dan misschien knijpt hij zijn ogen ook nog bij het meten. Zegt ja, nee joh, er was geen snelheidsovertreding. Maar de politie vraagt niet door, omdat niemand erop wijst, van hey, kijk maar of die jongen zijn rijbewijs wel geldig is. Of kijk nou of die jongen dronken heeft. Als je dat soort dingen niet aanreikt, dan loopt die jongen gewoon daar vrij uit weg. En terwijl die jongen stomdronken was en een verlopen paspoort, een rijbewijs had, baby. Abo. Dus nu begrijp je waarom het belangrijk is dat wij met z'n allen de juiste feiten constateren. Nu ga ik naar eigenlijk Gerald's vraag. En dat is dit. Kijk, die klokkenluider schrijft een brief. En ik ga niet die hele brief citeren, dames en heren, maar ik ga je vertellen wat die klokkenluider zegt. Die zegt dat die vraagt aan de PG van aan u heb nadrukkelijk verzoek om strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Dit is de eerste brief trouwens in november. En aansluitend daarop over te gaan tot vervolging van de president en minister van Openbaar Werken Riaan Esbos. Dus die klokkenluider gaat al op voorhand uit van je moet onderzoek doen en je moet dan meteen en daarop sluitend vervolgen. Ja, het kan wel een technische omschrijving zijn, maar je moet eerst vaststellen of er strafbare feiten zijn. Dus daar vraagt die klokkenluider niet eens naar. Dat is wel merkwaardig, als het een deskundige jurist is, zou ik zeggen. Nogmaals, ik heb een donkerbruin vermoeden wie het is, dames en heren. Abo, dan gaat er over wat Gerald nu vroeg, is, zegt die klokkenluider. En nou komt de hele discussie, dames en heren, gaat om drie grote blokken. Het eerste blok is dat er onrechtmatig geld is betaald aan PNM. En dat is gebaseerd op het feit dat er geen overeenkomst is.
En het tweede is, dat is gebaseerd omdat de overheid niet hoeft te verharden. Dus luister goed, de hele discussie gaat vooral om, natuurlijk om een heleboel andere dingen, maar er is onrechtmatig betaald omdat er geen overeenkomst was en omdat de overheid geen verplichting had tot het aanleggen van de weg. Dat is één. Twee, de hele discussie gaat over vooral over allerlei administratieve dingen van missieven ingetrokken, niet ingetrokken of missieve resoluties en dat soort dingen. Dat is het tweede blok. En er zijn natuurlijk nog een paar andere zaken als begroting, is comptabiliteitswet en et cetera. En daar kom ik dadelijk op. Dus drie grote blokken, er zijn natuurlijk een paar andere kleine dingen. Je hebt hoofdzaken en bijzaken. En ik vind, ik vond ook dat er te veel over die bijzaken werd gepraat. Van ja, er is een missief en een missief is ingetrokken. Ay man, dat zal wel. De vraag is of dat wel zo, het is fout, maar of het strafbaar is. En om dat vast te stellen is niet het OM. Dat gaat de rechter bepalen. Dat weten we allemaal, toch, Abu? Nu, Gerald, op jouw vraag. Zijn er moedwillig dingen, althans, uit de tekst gehaald? En nu komt het. Dames en heren, als je naar de overeenkomst van september 2019 kijkt, dan staan er dingen die niet goed geïnterpreteerd worden door de klokkenluider. Maar ik ga de luisteraars nog even een schets geven om hun geheugen op te frissen. Ik begin met het eind in beeld en dan keer ik terug naar het begin. Wat er gebeurd is, is op in maart 23 is er een betalingsregeling afgesloten tussen Financiën en Pan Am, meneer Sorab Khan. En op basis van die overeenkomst, luister goed, op basis van die overeenkomst is Raghubar Singh kennelijk gemachtigd om al die betalingen te doen. En de betaling is 7,9 miljoen US dollar. Onthoud dat getal, want daar kom ik dadelijk op. 7,9. En conform de betalingsregeling is dat al uitbetaald. En nou heb ik in die betalingsregeling staat duidelijk naar welke bankrekening het gaat. Er is een USD, Amerikaans dollar bankrekening bij Hakrin. En er is een SRD bankrekening bij Hakrin. En die en de nummers zijn ook gegeven op deze nummers. Ten name van enzovoort, enzovoort. Dus. Ten name van wie? Als dat geld niet. Ja, sorry. Ten name van wie? Boy, moet ik het noemen eigenlijk? Want ik weet niet of het net... Die case is een open case, hoor. Ik bedoel, die case is... ik wil alleen checken als je werkelijk die... Dus ik ga, wacht. Rustig. Ja. Ten name van de Pan American Real Estate NV. Ja. Abo, dat weet je. Want ik heb die stukken voor mij, dus ik check ook even, toch? Sorry? Ik heb die stukken voor mij hier en ik check ook even. Maar goed. Ja, nee, dus dat is prima. Dus ten name van Pan Am. En dat geld is betaald allemaal. Oké, volgens de betalingsregeling, want we zijn al lang 2023 voorbij. Deze overeenkomst heeft Raghubar Singh afgesloten nadat hij instructie heeft gehad. En ik kom daarop of deze dingen legaal en illegaal administratief zijn of niet. Daar komen we dadelijk op. Maar onthoud dat vooralsnog dingen gebeuren in een proces. Dus dit is gebeurd op basis van een besluit die Santokhi, ik zeg Santokhi omdat hij als president in de regeringsraad heeft genomen met zijn regeringsraad. En dat heeft hij vastgelegd in een A4'tje, dat heet een missieve. En dat heeft hij gedaan op 2 februari 23. Dus eigenlijk ongeveer anderhalf maand van tevoren heeft hij gezegd in februari 23. Jongens, wij gaan meneer Pan Am betalen en ik geef instructie aan Raghubar Singh. Maak een overeenkomst en, betalingsovereenkomst en maak dat geld over. En in diezelfde missieve zegt hij ook tegen minister van OW, maak een overeenkomst, samenwerkingsovereenkomst met Pan Am, waarin eigenlijk die alles opnieuw samengevat is en in welke overeenkomst
of uit welke overeenkomst de betalingsverplichting ook zou moeten blijken. Dus in die missieve van februari heeft Santokki in die vergadering besloten. Wij gaan die overeenkomst maken en de componenten daarvan, dat gaat Riyad allemaal invullen. Al die artikel 1, artikel 2 enzovoorts. En op basis daarvan, op basis van die overeenkomst en de missieve, mag Raghubar Singh eigenlijk dat geld betalen en via de overeenkomst. Dat is allemaal in 23 gestructureerd gebeurd. Of dat wel correct is, dat komen we, dat is een discussie die apart gevoerd moet worden. Maar het is gebeurd. Dus er is grondslag voor Raghubar Singh om te betalen. De volgende vraag is... Nee, maar u zegt meneer Hikmat... Maar er is grondslag. Meneer Hikmat, u zegt... Als het correct is of niet, dat moeten wij verder gaan discussiëren. Maar is het rechtmatig? Als het niet rechtmatig is, heeft de minister geen grond om te betalen, toch? Ja, nee, daar komen we dadelijk op. Maar dat is niet... U stuurt me elke keer weer naar dadelijk, maar die dingen zijn onduidelijk. Dus de vraag is... Nee, wacht niet. De vraag is... nogmaals, ik ben hun niet aan het verdedigen, maar hier moeten we zoeken. Dus de vraag is of dat... een correct besluit is geweest. Ik denk dat daar fouten zijn gemaakt. Ik zeg er meteen bij, dames. Ik denk dat er fouten gemaakt zijn. Maar dat zijn andere fouten dan tot nu toe eigenlijk door velen wordt beweerd eigenlijk. Aboem, daar kom ik zo op, dames en heren. Dus dit moet je vasthouden, wat er gebeurd is. En wat heeft Noor Mohammed gedaan met zijn overeenkomst? Ik kan je vertellen, dames en heren, die overeenkomst is vrij volledig. Daar staat alles in. Daar staat echt alles in wat er betaald moet worden, hoe en waarom, enzovoort. Of dat wel correct is, is wat anders. Waarom is dat misschien niet correct, administratief, bestuursrechtelijk? Omdat het misschien eigenlijk te laat gemaakt is. Maar er is een reden waarom ik zeg niet te vroeg en gillen. Ja, want wat is het geval tussen 2019 en 2023, dat is bijna 3,5 jaar, de correspondentie tussen Panam en OW kennen wij niet. Er zijn maar één of twee documenten door de klokkenluider geüpload. Andere documenten hebben wij niet gezien. Dus wij weten niet wat allemaal is uitgewisseld. Misschien is er niks uitgewisseld, zeg ik erbij. Ik vind het ook stom dat Riyad Noor Mohammed niet een gestructureerd overzicht heeft verteld. Maar het grappige is, hij zei, al die dingen zijn er, jullie kunnen komen kijken. Dus ik ben benieuwd of hij al die documenten heeft. Maar wat is nou gebeurd tussen 2019 en 2023, dames en heren? Want dat moeten wij ook in reconstructie weten wat er gebeurd is. Want daarom gaat het mis. Misschien zijn er documenten, zeg ik er ook bij. Want die klokkenleider heeft ook selectief uit de bestaande documenten geshopt. En wie zegt ons dat hij niet moedwillig documenten heeft achtergelaten, dan wel überhaupt niet had. Dat kan ook. Dus dat moet verder onderzocht worden. Nee, maar en kijk, als we vaststellen, meneer Hikmat... Enerzijds blij met de oproep van het OM het snel en grondig moet doen. Maar nou kom ik, wat is er nou gebeurd in 2019? Meneer Hikmat, als u vaststelt... bijvoorbeeld dat er andere documenten zijn dan wat we gehad hebben van de klokkenluider, dan moeten we dat zien. Meneer... dat klopt. Even de minister van Openbare Werken heeft dat ook niet kunnen tonen aan ons, toch? We hebben niets gehoord over andere documenten. U praat over andere documenten, dus Gerald, selectief geweest. Kunt u dat hard maken? En hoe wilt u dat hard maken? Natuurlijk moet het allemaal onderzocht worden. Dus nogmaals, begrijp mij niet verkeerd. En daarom zeg ik, ik vind het stom eigenlijk dat Noor Mohammed niet met die documenten... Maar ik denk dat Noor Mohammed denkt, joh, ik heb die documenten. Laat het OM komen en dan laat ik het zien eigenlijk. Ik hoef dat niet aan Jan-Piet Klaas te laten zien. En daarom is continu mijn oproep. Laten wij zelf gaan speuren. Abou. Nou even, nu komt het spannende, het meest spannende eigenlijk, waar jij ook op zit te wachten, Jaron, is wat staat nou in de overeenkomst van 2019, dames en heren? Ik kom tot de schokkende conclusie, en ik kan voor de luisteraars thuis en voor de mensen met de lange tenen in Suriname vertellen dat ik dit document ook aan juristen heb laten lezen, en die zijn met mij in zoverre eens, en herkennen wat ik vaststel. En dat is
mooi paar documenten. Ja, ik heb er zoveel nu openstaan dat ik het bijna... Ja, hier heb ik. In op 6 september 2019 is er een overeenkomst gesloten. En dat is de moederovereenkomst. En dat moet ik goed begrijpen. En het heet uitvoeringsovereenkomst Pan-American tussen Fonds Woningbouw Lager Inkomen en Pan-American Real Estate. Dus ABO. En in dat document, en ik ga niet alles citeren, maar in dat document wordt gesproken over partnerschap. Hoort u dat goed, dames en heren? Partnerschap. Pan-Am is een private club. En Fonds is een publieke organisatie. Want er is bij wet geregeld dat Fonds een orgaan is van de staat eigenlijk. Dus Pan-Am mag rustig vanuit gaan dat ik met de staat aan het dealen ben. Of met, in ieder geval met de publieke orgaan. En partijen, en ik lees voor. In aanmerking nemende dat partijen zich bereid hebben getoond in partnerschap samen te werken. Een public en een private club gaat in partnerschap werken. Vandaar dat Riyad eigenlijk dat modewoord gebruikt. Want Riyad en Santokki die kicken op allerlei moeilijke fancy woorden. Dus die denken, die gebruiken te pas en te onpas PPP. Hier komt dat vandaan. Hier komt het vandaan. En ik heb voor de luisteraars ook het volgende, dames en heren. PPP heeft verschillende varianten. Het is ook niet een juridisch omkaderd begrip. Dus om daarop in semantisch te gaan mieren eigenlijk op dat woord is gewoon verkeerd. Want dat ga je niet winnen. Want de rechter gaat je daarop eigenlijk meteen terugsturen. Want dat is een geen juridisch kader woord. 1 en 2, er zijn verschillende varianten. En 3... Dat is, die varianten zijn ook onderhevig aan veranderingen. Ooit is het begonnen met alleen maar bouwen en maintenance. En later is het financiering enzovoort. Dus het is ook aan verandering onderhevig. Het is ook afhankelijk van de situatie. Dus om daarin te gaan vastbijten. Heilloze route, verkeerde route, verkeerde fruit. Dus, maar om te zeggen dat hier valselijk iets wordt gefabriceerd. Dat is ook fout. En ik wil nog één ding tegen de luisteraars zeggen. Ik heb voordat u naar dat ding gaat, meneer Nee, wacht even. Ik heb 3 internationale juristen, Nederlands sprekende juristen, geraadpleegd. En alle 3 zeggen tegen mij, dit document rammelt, staat niet goed geschreven. En daarmee wordt ook nog gezegd, Lukuno, je kan ook niet... En by the way, ik heb ook een Surinaamse jurist gesproken en die was ook met mij eens, Abu. Die zegt ook, je kan sommige dingen ook multi-interpreteren. En er kan verwarring ontstaan. Dus om aan te nemen dat het niet zo is, is ook fout. Je kan ook niet blindelings aannemen van, joh, Pan-Am is fout of Riyad is fout. Voor hetzelfde geld kan je zeggen, jullie zijn fout. Oké, dus dat woordje partnerschap heb ik toegelicht. En dan heb ik nu de grootste verrassing. En nee, maar voordat u naar de grootste verrassing gaat, meneer Rietmaat, we willen een ook duidelijkheid hebben over wat u zegt. Eigenlijk. Luistert u naar mij. En dat is... Luistert u naar mij, meneer Rietmaat. Alsjeblieft, voordat u weer naar de andere verrassing gaat, laat ons even kijken naar de ene verrassing van net. U sprak over een partnerschap in 2019. Maar zelf als wij kunnen zeggen of zeggen van oké, het was een PPP, het was een partnerschap. Daar praat men over 20 woningen en een bedrag van 249.800. Daarover praat men. Zelfs als dat een PPP was, is er een probleem met wat nu betaald is. Want nu praten we over 562 woningen. En 8 miljoen, bijna 8 miljoen US dollar. Ziet u ook daar een verschil in? Ik kom daarop. Nee, ik kom weer daaraan. Ik kom daarop. Nogmaals, dames en heren, ik ben niet aan het vrijpleiten. Maar ik wil dat wij in de juiste richting zoeken. En ik denk dat er tjoetjas zijn, maar er zijn andere tjoetjas. Maar ik kom dadelijk op welke tjoetjas dan. Maar eerst even een paar dingen ontzenuwen, dan wel rechttrekken, dan wel anders belichten. Sorry, misschien niet rechttrekken, want wie ben ik om recht te trekken? Maar ik wil dat wij allen niet achter iemand anders aanrennen. En je hoeft niet achter mij aan te rennen, maar ik geef een ander invalshoek, dan neem je dat maar mee.
Er staat een clausule. Ik lees het voor. De aanleg van wegverharding, elektriciteits- en waterleidingnetwerk conform verkavelingsvoorwaarden zal bereikt aan de staat gevraagd worden om aan te leggen in samenwerking met de opdrachtgever, dat is fonds. Dus hier wordt gesproken dat de staat de wegverharding zal aanleggen. En als er iemand zegt, ja, maar dat is niet een verwarring, dat moet de verkavelaar doen. Nee, want eerder staat ook de verplichtingen van de verkavelaar is het aanleggen van deugdelijke onverharde wegen conform instructies van OW. Dus, als je deze overeenkomst zo bekijkt, dan zeg je, kennelijk is de opdrachtgever glashelder dat de verkavelaar die onverharde zelf moest doen, maar de verharde moest de overheid gaan doen. En dan staat verderop ook nog, eigenlijk, en dit is wat mijn opviel als venijn, en dat is dat verderop staat dat die de opdrachtgever, fonds, assistentie, dus de assistentie zal verlenen, ik zal het goed lezen, deze met betrekking tot de aanvraag bij de overheid voor de aanleg van wegverharding, elektriciteit en waterleiding conform de verkavelingsvoorwaarden is de opdrachtgever, fonds dus, bereid assistentie te verlenen aan de verkavelaar. Deze assistentie zal zijn op basis van de aanvraag door de verkavelaar voor de aanleg van eerder genoemde desbetreffende instanties. Let op, hè. Hier wordt gezegd dat dat fonds dus ook assistentie gaat verlenen. Als je het wil interpreteren, is dat hij als een soort bemiddelaar smeerolie gaat functioneren tussen PNM en de overheid, om dat de overheid die weg gaat verharden. Maar ik heb net ook eerder gezegd, deze overeenkomst rammelt qua formulering en structuur, maar tegelijk is het eigenlijk meteen de escape voor Riad en Santoki en PNM en voor velen, om eruit te komen, omdat het tegenovergestelde is ook niet glashard. En nou komt het. Wat heeft die klokkenluider gedaan, en dat heeft mij ook, vond ik, buitengewoon storend, is dat die klokkenluider alleen de passage over die assistentie heeft geknipt en geplakt. En hij zegt, ja, zie je, dat is dus valselijk gebeurd. En dan denk ik van, hé, wacht eens even, wat ben je nou aan het doen met ons eigenlijk? Je bent eigenlijk jouw mening ons aan het opleggen. En waarom zeg ik dat, dames en heren? Ik heb u net eerder gezegd, 95% heeft die documenten nooit gezien. 5% heeft die documenten gehad. Van de 5% weet ik bijna dat zoveel de documenten niet eens hebben gelezen. Sommigen hebben sommige stukken gelezen. Aan iedereen aan wie ik vroeg, die zegt, ik heb het gehad, maar mino lees dat aan die jongen. Dat kan boek. Maar een paar procenten hebben misschien de documenten gelezen. Dus wij zijn allemaal aan het napraten wat die klokkenluider ons aan het vertellen is geweest. Dus ik kom tot de conclusie, ja, er is wel mogelijk dat de overheid moest inkomen. Ook ik heb in mijn artikelen, ben ik ervan uitgegaan dat de overheid geen verplichting had. Maar als je dit zo leest, dan blijkt dat de overheid wel een verplichting had om te asfalteren. En dan kom ik op Gerald, een hele cruciale vraag, Gerald. Dank je wel voor die vraag. Ging het om die 20 woningen? En waarom heeft de overheid dan betaald voor die 564 woningen? Archibo. Ook in die overeenkomst wordt in die overeenkomst van 2019 wordt verwezen naar een perceelland groot 28,97 hectare. En daar wordt ook gezegd van initieel moet er 20 huizen gebouwd worden. Maar over de verwarring kan zijn, moet er wegen alleen aangelegd worden voor de 20 of moet het hele terrein verhard worden en ontgonnen worden. En er is voldoende aanknopingspunt in deze overeenkomst om ervan uit te gaan dat de hele 28,9 hectare ontgonnen moest worden. En dus weg aangelegd moest worden en dus verhard moest worden.
Dat is eigenlijk de verrassing die ik zelf ontdek, dames en heren. En dat ik dacht van, het staat hier. Dus je kunt die mensen misschien niet kwalijk nemen dat ze tot die conclusie zijn gekomen. En daartoe zijn overgegaan. Dat is dan mogelijk, Isabi. Dus daar zit het hem eigenlijk. En nu, en dat is de basis waarom ik denk dat die klokkenluider ons... Kijk, die klokkenluider heeft een eigen interpretatie gemaakt. En die heeft die interpretatie nou zo gestructureerd en geknipt en geplakt en met iedereen gedeeld. En daarop staan drammen en rammen. En uiteindelijk zijn wij allemaal in die tjoetja meegegaan. En zeggen, ja, het is niet gebeurd, et cetera. Wat er tussen 2019 en 2023 gebeurd is, daar weten we de afspraken dan tussen PNM en OE, daar weten wij weinig van. Dus de vraag als eerste zou moeten komen is, die overeenkomst die in 2023 tussen OE en PNM is afgesloten, op basis waarvan men heeft betaald, waren delen ervan al eerder per brief, e-mail of whatever, document, al afgesproken. Dus, om een voorbeeld te geven, op enig moment na administratieoverdracht, dus naast vorige regering naar deze regering, heeft kennelijk, dit is mijn reconstructie, heeft kennelijk Santokki tegen PNM gezegd, nu moet je van 20 uitbreiden naar 5, uitbreiden met 572. 561 huizen extra aanvullen. En PNM is gaan bouwen enzovoort. Maar is dat op basis waarvan... is dat op papier ergens? Of is dat wat... Henrik Maat. Ik weet dat Ragubasi heeft gezegd... sommige dingen zijn mondeling. Maar daar, ik heb het ook beluisterd 3 keer. Dat hoeft niet per se te betekenen op al deze afspraken. Daar moet Riyad mee komen... Dat is zo besproken, of Santokki moet mee komen, om aan te tonen dat die afspraken zijn gemaakt. En al die subafspraken, het kan best zijn dat al die subafspraken samen opgestapeld nu uitmonden in een overeenkomst in 2023. Ik zeg het kan, het hoeft niet, maar dat moet dan uit het onderzoek blijken. En daarom moet het OM haast maken om de boel te onderzoeken. Zodat we dan weten of het wel zo is of niet zo is. Dus in dat opzicht ben ik blij met meneer Oostburg dat hij dapper en daarop heeft aangedrongen. Dus hulde. Maar we moeten niet automatisch van uitgaan dat daar eigenlijk fouten zijn gemaakt. En nu een paar dingen voor de luisteraars thuis. Er zijn tussen 2019 en 2023... administratieve dommigheden, slordigheden, fouten, hoe je het wil noemen, idioterie gebeurt. Dus een massieve verkeerd opstellen, niet opstellen. En daar zit die tjoetja. Maar daar zit de verwarring. Dus Brunswijk heeft gezegd, Tjara, overeenkomst, Minosabi, bijlagen zien, onderbouwingen. En hij heeft die dingen teruggestuurd enzovoorts. En dat leidde tot een verwarring in de samenleving. Van, tjoetja heeft pleja. Maar dat hoeft niet een tjoetja te zijn. Kan... Hoeft niet. En nu kom ik op een van die dingen wat mij ook zeer gestoord heeft. En ik vond het best wel verrassend dat meneer Kanhai daarmee ook aan de haal ging. En dat is dit. Toen Achaiwersing schijnt op enig moment gezegd te hebben, en daar is een document van, dus dat weten we, van Minokampai, want het bestuur is onrechtmatig. Het bestuur is onrechtmatig en ik kan het nu niet letterlijk citeren, ik heb dat document, maar het komt erop neer dat het bestuur, Kromosuto, onrechtmatig is, dus benoem een nieuw bestuur. 2 dingen. Om te beginnen, wie is er geïnteresseerd om vast te stellen dat het bestuur onrechtmatig is? Misschien is hij rechtmatig, misschien niet, maar I don't know. Maar om uit te gaan dat de geïnteresseerd gelijk heeft, wel, dat gaat maar iets te ver, dames en heren. En ten tweede, als het bestuur onrechtmatig is en Achaiwersing met de oplossing komt van je benoemt een nieuw bestuur en dan is alles weer in orde, dan geeft dat aan de idioterie van Achaiwersing. Want zo los je dan, want iets wat illegaal is, heeft een diepere illegale werking.
Nou, als dat betekent dat het bestuur illegaal was, dat betekent dat er ook een illegale overeenkomst is gemaakt enzovoort enzovoort. Dat los je niet op. Dan moet je meer dingen oplossen. En nou kom ik eigenlijk wat mij het meest irriteerde. Dat irriteerde mij zelfs. En niet stoorde, maar ik werd er bijna giftig van. Ik zeg er wel bij. En dat was meneer Kanhai, die ging dat ook nog verdedigen. En meneer Van der Zaan zei ook, maar Fayouzabi, dat hoeft niet zo. Ik dacht van, oké, meneer Van der Zaan is wakker. Achheimersing is de laatste die we moeten vertrouwen, dames en heren, op zijn bruine ogen. Dus als hij zegt dat het bestuur illegaal was, dan zou ik zeggen, vriend, tapie mofo, ik wil het zelf vastgesteld hebben. Want jij was toch, meneer Geibersing, die ons HPSG in ons maag wilde splitsen. En herinner je nog die interviews waarin je met de breedste kant van je mond zei van hoe deskundig jullie allemaal zijn om al die contracten daar te analyseren. Dus tapie mofo, ja, hè? Jouw deskundigheid komt niet verder dan de lagere school. Geibersing was de man die ons surfen in ons maag splitste. Dus Geibersing, jouw integriteit, hou het maar voor jezelf. Ga ons niet nou vertellen. Dus ik wil niet naar de samenleving. Ik denk van, zat, meneer Geibers, ik ga de rechter terug. Wel, jere, die man heeft ons meer schade berokken dan 8 miljoen USD. Dus nog weer niet in met zijn integriteit en zijn intelligentie. Geibers was de man die samen met Ramdin een MOU getekend heeft met een Italiaan voor zwart, geld waarvan wij allen vermoeden dat het zwart geld zou kunnen zijn. Dat is nooit onderzocht. Ook het OM heeft dat ding nooit goed onderzocht. Dat is pas een case. Dus, heren, Geibersing is de laatste die we op zijn bruine ogen moeten vertrouwen. Nu terug naar de case. Nee, dus voordat hij teruggaat. Voordat hij teruggaat, meneer Hikmaat. Meneer Hikmaat, meneer Hikmaat. Meneer Hikmaat moest niet letterlijk. Meneer Hikmaat, u bent niet meer in de uitzending. Luistert u naar mij? Luistert u naar mij? Ja, ik hoor je nu. Oké. Voordat u verder gaat. Want de luisteraars die kunnen dat ding ook niet meer volgen, geven ze aan hier. Omdat u dus dan allerlei dingen aanhaalt. U was op meneer Geibersing daarnet. Maar we willen een lijn hebben in het verhaal, zodat wij het kunnen begrijpen. Mensen vinden ook dat u voor broeia zorgt. En dat ik de ruimte niet mag geven, maar ik geloof niet daarin. Ik geloof dat iedereen, waar je ook staat en je een bijdrage wil leveren en je bekijkt dat ding vanuit jouw eigen mening en perspectief, dan moet je wel de ruimte krijgen om dat uit te leggen. Maar dan moet je het wel goed doen en een goede lijn leggen voor ons. Dan kunnen we het wel volgen. U bent van mening, hè? U bent van mening. U bent van mening dat de klokkenluider op een of andere manier ons aan het misleiden is. Dat zegt u. Ik hoor je nu niet. Ik zei, u bent van mening dat de klokkenluider op een of andere manier ons aan het misleiden is. Dat zegt u. Omdat die selectief heeft gewerkt. Vooral wanneer het gaat om documenten. Klopt. Ja. Dat klopt. En dat is nog niet helder voor ons waar hij misleidend is geweest. Want u haalt heel wat zaken okay, op. Ja, nee, natuurlijk. Dat begrijp ik, Gerald. En dat komt zo op. Okay. Waarom ik... Ja, dat de misleiding zit hem hierin. Even een paar dingen. Ik heb Geibersing even uitgelegd. Omdat dat in de bewijsvoering door die klokkenluider als een autoriteit wordt opgevoerd. En ik zeg dat het geen autoriteit is. Dat eigenlijk drijfzand is. Dus unum tekas aan serieus. Dit is ook een misleiding. Dus ineens is die klokkenluider, begint hij eigenlijk in God Geibersing te gaan geloven. Wel, hier, hè? Dat geloof ik niet. Dus de stelling dat die overeenkomst fout was. En waarom ik dat benadruk, is voor de luisteraars is het zo dat die denken dat die klokkenluider een geweldenaar is. En waarom benader ik ook de rol van meneer Kanhai? En nogmaals, het gaat niet om, maar meneer Kanhai is een autoriteit, heb ik aan het begin gezegd. En als hij dan in die uitzending alles letterlijk herhaalt, dan denken die luisteraars van, joh, dat kan wel waar zijn, dat kan kloppen. En dat is wel dat mag wel de mening van meneer Kanhai zijn. Dan geef ik mijn mening dat meneer Kanhai eigenlijk bijna synoniem staat voor de weefhouten van de klokkenluider. Maar dan terug even, dames en heren, ik kan mij voorstellen
dat dit een complexe materie is geworden. Ik heb overwogen om in schema's met jullie dit te bespreken, dat ik de schema's vooraf met Jello zou delen. Maar ik weet dat communicatie op afstand best wel lastig is, dus ik heb daar maar van afgezien. En tenslotte, Jello, ik wil het toch wel gezegd hebben. Al die mensen die ineens op de, als luisteraar piepen eigenlijk van ja, die man in Nederland. Wel, Jere, ik heb meer tijd besteed aan dit ding dan u daar, ja? Ik heb ook aan het begin gezegd dat er een advocaat een gore lef had om mij meteen een app te sturen. Die heb ik meteen teruggemapt. Van, joh, je zit daar eigenlijk in je luie stoel en je hebt geen donder gedaan. En ik besteed er nog meer tijd aan. En als je niet wil luisteren, hang op, joh. Ik ben zo klaar. Maar dus kom mij niet vertellen van ik mag niet vanuit Nederland praten. Jullie luisteren wel naar CNN en BBC, wat in Midden-Oosten gebeurt en in India en Amerika. Dat is ook niet jouw land. Dus stop nou met die onzin eigenlijk. En Surinamers zijn gauw op hun tenen getrapt als ze ergens betrapt worden. En dan denken ze van, oh, die man mag niet uit Nederland praten. Wel, ja, pech. Ik ga je wel vertellen. En if you know Archie, dan mag je ophangen. Nee, DTV mag je wel praten, meneer Rieckmann. Dus ik ga terug naar de... Meneer Rieckmann, bij DTV mag je wel praten. Dit heet functioneel geïrriteerd raken, zodat de mensen weten. Ik heb maling aan wat u van mij vindt. Want Mine Yang van Owambang, en ik heb aan het begin gezegd, ik ga niemand naar de mond praten. Ik heb geen politieke kleur, dus als NDP fout is, dan is NDP fout, SPAP fout, VAP fout. Maar ik ga iets niet goed praten, of iets wat goed is, ga ik ook niet fout praten, omdat het mij dan beter uitkomt. U mag het doen, ik niet. Meneer Rieckmann, nu even. Meneer Rieckmann. Ja? Ik wil u geruststellen, bij DTV mag u wel praten, dus no story you. Zeg wat u moet zeggen, want voor ons is nee, dat belangrijk. Ik wil het tegen de luisteraar gezegd hebben. Want ik weet dat er sommigen elke keer zo over zeiken. Ja, dat woord zeiken ga ik ook gebruiken. Ik ben geen Noor-Mohammed, dus ik hoef niet diplomatiek te doen. Abo, nu eigenlijk terug naar jouw hoofdvraag. Als het nog niet duidelijk is, dames en heren, dat die klokkenluider ons in een fuik en ons misleidt, dan weet ik het ook niet meer. Want ik heb je aangegeven dat die klokkenluider ons wil doen geloven dat de overeenkomst geen basis had. En ik zeg, die overeenkomst heeft wel een basis. Dus ik zeg, die overeenkomst heeft een basis. Omdat, ik heb jullie net de clausule voorgelezen, dat er wel een basis is om de overheid geld te vragen. Nu is het zo dat wat mij betreft had Santokki misschien nadat hij had overgenomen niet op diezelfde overeenkomst hoeven door te gaan. Hij had ook tegen een Sorabkan Panem kunnen zeggen, Jereno, deze overeenkomst vind ik zo een weer in de overeenkomst, ik maak een nieuwe overeenkomst om te gaan uitbreiden. Dat heeft hij niet gedaan, kennelijk zeg ik, want we weten het niet. En ze zijn ermee doorgegaan. Over die wegverharding van de hele kavel, of dat heel gebied, daar is in die overeenkomst wel ruimte voor om dat hele gebied te verharden en dus voor het hele gebied te betalen. Oké, tot zover en mijn beeld. Meneer Rieckmann, kan ik even inkomen? U zegt, hij zou een nieuwe overeenkomst kunnen maken, maar hoe maak je een nieuwe overeenkomst als al die huizen al stonden? Hoe doe je dat? Als alles al betaald daar is en mensen hebben al gekocht, hoe maak je dan een nieuwe overeenkomst met meneer Santokki? Nee, toen Santokki aantrad in 2020, stonden die huizen, niet alle huizen, toch? Die huizen stonden al. Oké. Dat maak ik ook niet uit dit document. Zeg jij tegen mij dat in juli 2020 al die huizen stonden? Is dat wat je zegt? Dat is niet wat ik denk. Ik zie hier in 2021 stonden die huizen al. Sorry Jero, nog een keer. In 2021 stonden die huizen al. Dat is over 21. Santokki neemt over in juli 2020, wordt hij president. Maar toen was hij nog niet op het project gegaan, toch? Toen was hij nog niet op het project gegaan, toch? Dit wordt wel ga je gang, Jero. Ik zei, toen was hij nog niet op het project gegaan. Toen meneer Santokki op het project was. Maakt niet uit. Hij hoeft niet persoonlijk te gaan. Het gaat om de regering Santokki. Het gaat erom
En zonder gecifferen hoeven we niet te doen. Het gaat erom, in 2020, volgens de overeenkomst, moesten 20 huizen klaar zijn. En alles, en daar kom ik dadelijk op. In 2020 moesten al die huizen of 2019. Klaar zijn. Of 2019, sorry. Volgens deze overeenkomst, is als regering Santokki aan de macht komt, in juli 2020, zijn er 20 huizen. En als het goed zit, zijn al die straten inmiddels misschien ook al verhard. Althans, Sorab Khan mag er vanuit gaan volgens deze overeenkomst. Abo. Tot zover de insteek van wat ik aan het reconstrueren was. En ik denk dat die klokkenluider niet begaan is dat het geld beter had besteed moeten worden aan ziekenhuizen en aan voeding voor de schoolkinderen. Kan de allemaal mis van Jan? Maar ik kan het niet bewijzen. Maar ik vind het wel vreemd dat je eigenlijk over iets valt wat eigenlijk niet waar is. Eigenlijk en ons wil doen geloven. En weet je, we hoeven ons niet druk te maken, hè? Het OM gaat onderzoeken en dan is het nog niet bekeken. Want de rechter moet bepalen of dat wel zo is. Dus hier eigenlijk kom ik op een punt waarom ik zeg dat de sociale elite, de advocaten in Suriname, al deze documenten hadden moeten bestuderen. En eigenlijk zelf een opinie moeten vormen als beroepsgroep. En zeggen, joh, luister, Asandis, dit is misschien zus interpretatie. En nu kom ik, de verantwoordelijkheid van politici in Suriname. Desnoods had Sampi of NDP of BEF of NPS of DA 91, anticorruptie mevrouw Del Castillo, had u een kortgeling kunnen spannen en de rechter moeten vragen, hoe interpreteert u deze teksten? En op basis van de interpretatie van de teksten van die rechter, ga je naar het OM en zeggen van luister, nu heb ik voldoende bewijs dat je dit eenduidig kan interpreteren, althans zus, en dus op basis daarvan ophalen die jongens. Dat is niet gebeurd. Dat komt door die luiheid. Dus die mensen die net bij jou in teksten schreven van ja, laat die man uit Nederland niet praten. U heeft in Suriname dat ook niet gedaan. U zit daar lui op uw luie stoel. Doe dat alsjeblieft. Dan kom ik eigenlijk over de rol van de NDP. Deze overeenkomst van 2019 is wel getekend onder NDP. Als het is zoals juristen het lezen die ik heb geraadpleegd, dan heeft NDP wel goedgekeurd dat die wegen aangelegd moet worden en de staat moet betalen. Iets anders is, moet het 8 miljoen zijn, moet het 6,3 zijn of 5,8, whatever. Maar dat is stap 2, daar komen we dadelijk op. Maar dat die betaald moet worden. Als meneer Kanhai vindt dat hij misschien gelijk had en de klokkenluider gelijk had, dat het een illegale truc was van de Kromo, dan moet meneer Kanhai ook vinden dat de NDP illegale overeenkomst heeft zitten maken. Meneer Hikmat, we moeten wel zuiver blijven. U zegt, NDP heeft getekend. De regering van de NDP heeft getekend dat er... Ja, de regering van NDP, sorry. Ja, nee, ja, betaald de regering moet worden. Van de NDP. Niet ja, de maar, in die maar overeenkomst... Wat ik bedoel. In die maar, overeenkomst... De vorige regering. Oké, maar goed, los daarvan. In die overeenkomst van 2019 heb ik nergens kunnen zien dat men zou betalen. Ik heb assistentie gezien. Heeft u iets anders nee, gezien? Nee, dan heb je net niet goed geluisterd. Dat is precies. En dat moet, als je dat document hebt, dan ik heb dat document, meneer Dikmaak. Dan moet je naar clausule 8 gaan. En daar staat, ik lees het nog een keer voor, dan kunnen mensen. De aanleg van wegverharding, elektriciteit en waterleidingsnetwerk conform de verkavelingsvoorwaarden. Zal bereid aan de staat gevraagd worden om aan te leggen, enzovoort. Ik zeg tegen jou, dat ik heb toch 3 keer gezegd, deze overeenkomst is niet zoals een top professional zou opstellen. Daar hebben die juristen mij ook gezegd. Meneer Hikmat, ik heb wat u zegt voor mij. En u leest u zegt clausule 8, de aanleg van wegverharding, elektriciteit en waterleiding, netwerk conform de verkavelingsvoorwaarden zal bereid aan de staat gevraagd worden om
aan te leggen in samenwerking met de opdrachtgever. En als ik verder kijk, het is 4.2 en daar zie ik verplichtingen van de verkavelaar. Ja, dat zeg je goed. Ja, en waarover heeft u dan? De verplichting van de verkavelaar is om aan de staat te vragen om dat aan te leggen. Maar om de weg zelf aan te leggen, dan moet je eigenlijk ook artikel 1 lezen. Lees alsjeblieft zelf. Dan heb jij voor gelezen. Lees het alsjeblieft. Artikel 1. Ja, van 4.2. Artikel 1 van 4.2. Het aanleggen van deugdelijke onverharde wegen, conform de instructies van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Toch normaal? Ja, wat je hier ziet is, die opdrachtgever heeft kennelijk glashelder gezegd, uw verplichting, meneer de verkavelaar, is het aanleggen van deugdelijke onverharde. Uw verplichting is niet het aanleggen van die verharde. Daarvan moet u aan de staat vragen om het aan te leggen. En ik ga, en later verder op staat, en ik, opdrachtgever, ga u daarbij assisteren. Dat is die assistentie. Daarmee zeg ik nogmaals, ik zeg het voor de vijfde keer, Sorabkhan had genoeg reden om aan te nemen, zoals het hier geformuleerd is, dat het destijds moest gebeuren. En later heeft Sorabkhan, en dit is het laatste stuk wat ik nog even wil behandelen, en dan kom ik over mijn mening, want dan heb ik mijn mening nog deels gegeven. Sorabkhan heeft, er is één brief die erbij zit, wat heel curieus is. In maart 22, dus ongeveer 3 jaar later, en een jaar voordat hij betaald kreeg, schrijft hij een brief naar Noor Mohammed, waarin hij zegt van, joh, luister, zoals je me kent, en hebben jullie, moest de staat de weg verharden, maar de staat had geen geld, bla bla bla, ik heb het al verhard, enzovoort. En dat heeft totaal 7,9 gekost, en kunt u alsjeblieft mij dat geld overmaken. Dat is eigenlijk de Sorabkhan zegt in deze brief van 2022, van, je weet, hè, in die overeenkomst stond dat ik dat de staat zou verharden, maar de staat had geen geld. Ik ben zo aardig geweest om het dan maar zelf te doen, en ik heb het gedaan inmiddels, en het heeft totaal 7,9 gekost, en kunt u overmaken alsjeblieft. De vraag is of er eerdere, dit is een brief, maar daarom blijf ik hameren, zijn er andere brieven, uitwisselingen tussen Sorabkhan en Pen en mij? Nu kom ik op de tjoetjes waarvan ik denk dat we beter dat moeten onderzoeken en daarop moeten duiden. Ten eerste, hier zit in deze brief van Sorabkhan zit dynamiet. En dat heeft meneer Karai ook gezegd, maar ik zal dat ook herhalen. En dat is, Sorabkhan zegt, dat heel ding heeft 7,9 miljoen gekost, US dollar. Er zijn ook andere getallen, maar ik rond het af, 7,9. Maar met Jiwan korting, dus in pay 7,5. Dus half miljoen dollar in afpay, met die korting. Het bizarre is, die betalingsregeling van Raghubar Singh praat over, nog steeds over die 7,9. En die gaat ervan uit dat hij 7,9 gaat overmaken, want die geeft een betalingsschema totaal. Hè? De overeenkomst die Noor Mohammed in 2023 heeft gefinaliseerd, praat ook over 7,9. Ze negeren compleet die 7,5. Dus ik denk, zijn Noor Mohammed, Santokhi en Raghubar Singh Sinterklaas, die hebben die half miljoen extra gegeven. Daar moeten we nu gaan zoeken. Van de Pabonico. Follow the money en we komen erachter. Ik denk dat het OM de administratie van Pelham snel in beslag moet nemen. En ook de correspondentie, de financiële administratie en andere administratie. Om uit te vinden en uit te pluizen wat allemaal gebeurd is. Isabi? En dan gaan wij weten wat er gebeurd is. Maar ik kom nu op een ander punt, Gerald, waarom ik zeg dat die klokkenluider ons aan het misleiden is. Ja, maar dan moeten we echt afronden. We zijn al een uur bezig. Ja, ja, dat geeft niet. We gaan afronden. Ja. Die missieve van Santokhi in februari 23
waarin hij zegt, joh, sluit een overeenkomst af en betaal 7,9 aan enzovoorts enzovoorts. Ook Santoki zegt ook in de missieve, betaal 7,9. Hè? Terwijl hij ook zou moeten weten dat het 7,5 had gehoeven. Maar dan gaat een kopie, dus ook al was Brunswijk niet in die vergadering, een kopie gaat naar hem, CC de vicepresident, CC overige ministers, CC directeur kabinet, Arkinu Boom. Dus er wordt in februari 23 besloten om bijna 8 miljoen dollar uit de begroting van financiën, wat hij zegt ook ten laste van de begroting, te betalen. Ik kan mij niet voorstellen dat die begroting van financiën dat die deze 8 miljoen had begroot. Het ging betekenen dat in het najaar van 2022, toen al die begrotingsbehandeling was, kennelijk die 8 miljoen nimmer in die begroting goedgekeurd is. Dus Santoki is afgeweken van de begroting. Mijn vraag nu is aan de luisteraars. Die hele ABOP heeft niet in het parlement stampij gemaakt van, hey, zei Sadja, dit is buiten de begroting, dat is overtreding van regels. Dit mag niet. Niet gebeurd. Tot de dag van vandaag is niet gebeurd. Ook niet de NDP heeft het gedaan. Nou, we kunnen vanuit gaan dat de NDP het niet wist, want deze brief is niet naar hun gegaan. Maar Sampi had dit moeten weten. Heeft niet gedaan. Dus nu begint bij ons de andere lampjes te branden. Jullie hadden juist rechtmatige instrumenten om dit ding af te remmen. Niet te zeggen, ik was er niet bij, dus jullie hebben dingen gedaan met Sabi. You bear Sabi, what you teach was CC. En je hebt er niks mee gedaan. Je hebt het laten gebeuren. Dat geld was nog niet betaald, dames en heren. Geld is pas eind maart betaald. En dit is een missieve van begin februari. Hoort u dat goed, dames en heren? Dus wat is nou de rol van de ABOP in dit spel? En nou kom ik eigenlijk dat wij waarschijnlijk ook nog eigenlijk... meneer Kalai had het over macabere dans van Noor Mohamed. Ik denk dat er een macabere dans is van de hele politiek in Suriname. Want wat je nu ziet is dat de ABOP niet durft om een motie in te dienen. Die denkt van, als ik een motie indien, dan gaat de NDP misschien dit niet steunen. En dan heb ik al mijn kruid verschoten en Santoki kotst mij dan uit. En dan ben ik klaar, in 2025 kom ik niet meer. En ik word nu al uitgekotst. Maar de NDP, die twijfelt, dit is mijn inschatting, om een motie in te dienen. Of dan wel ABOP te steunen. Want de NDP heeft ook belangen bij. De NDP denkt van, jere, als ik nu een motie indien, Santoki valt, wordt Brunswijk waarnemend president. Als Brunswijk waarnemend president wordt en even uitgaan dat de verkiezingen komen in 25, dan kan Brunswijk behoorlijk scoren, want een jaar president spelen, ja, dat trekt aardig wat stemmen. En dan zuigt die NDP ook voor een deel leeg. Ja, en dan denk je van, nou, ik ga mijn tegenstander ook niet helemaal in het zadel helpen. Zie hier, dames en heren, dat er weinig moeite gedaan wordt om de zaak tot op het bot eigenlijk uit te zoeken. En dan ook nog met een bazooka erop te schieten. Dat is allemaal doppiepistoolwerk daar in Suriname. En daarom zei ik ook, de echte dingen komen niet naar boven eigenlijk. Waarom is er geen aanbesteding geweest? Waarom is het 8 miljoen, 7,9 of had het 6,3 gemoeten? Je hoeft niet altijd op het OM te wachten. Je kunt het toch zelf doen. Ik heb en dit is mijn laatste opmerking, Gerald, in de uitzending bij meneer Kanhai heb ik gezegd. En waarom doen jullie het onderzoek niet zelf? Dat zegt hij tegen mij, wat geheel onjuist is. Zegt hij, ja, het is in Amerika zo dat hij detective speelt, maar bij ons in Suriname en bij jullie in Nederland is dat niet zo. Wel, ik heb slecht nieuws. Peter R. de Vries heeft menige zaken zelf ontrafeld en panklaar aan het OM geleverd. Waarom kan het in Suriname niet? Waarom kunnen de Surinaamse juristen dat niet? Al die zogeheten deskundigen daar. Overigens, er zijn genoeg mediaprogramma's in Nederland die dingen panklaar hebben uitgezocht en onthuld, waarop het OM heeft verder voortgebouwd. Dat is ook niet in Suriname gebeurd. Dus gewoon ineens een achteroverleunen met een doppiepistool zwaaien en het volk bezighouden. En dat is het volk bezighouden, want het schokkende was dat meneer Van der Zand zegt, we moeten eigenlijk, hij zegt niet dat het moet, maar het feit dat hij met die optie komt is al wanstaltig.
Hij zei, ja, maar dit ding houdt ons allemaal bezig. We moeten stoppen met dit ding. Niet met dit ding stoppen, maar dit houdt ons zo bezig. Dus we hebben twee keuzes. Of OM gaat dat nu bestraffen. Maar Santokhi kan de zaak seponeren. Het parlement moet goedkeuren. Geef hem, dat laatste hoeft niet. Want luister, iedereen moet rustig aan het werk zijn. Laat het OM werken. En Santokhi wordt niet gestoord door dit proces, want Santokhi reist de wereld af. Hij is overal geweest. En op alle stranden in de Caribe is hij net geweest. Dus het proces in het besturen van het land wordt niet geremd. Dus ik vind het een beetje merkwaardig. Eerst 1,5 tot 2 uur lang hebben beide heren ons nog verteld hoe strafbaar dit allemaal is. En aan het eind van, ja, maar dat ding houdt ons allemaal zo lang bezig. Meneer Hingbaard, we moeten afronden. Nee, wacht eens even. Ik heb het 3 keer beluisterd, Janet. Een optie is, hij heeft niet gezegd dat het zo moet. Maar het feit, ik heb 3 keer gezegd. Het feit dat hij die optie noemt, vind ik al wanstaltig. Ik vind dat bijna onkan eigenlijk. Dat je überhaupt dat in je hoofd houdt eigenlijk. Je zegt ons dat het strafbaar is. Hij zegt, ik weet wel 100% zeker dat het strafbaar is. Hij weet het. En dan zegt hij, ja, omdat het allemaal zo bezighoudt, dan kan de patiënt beter seponeren. No. Dus hier zeg ik tegen de luisteraars, wat mij stoort is dat die klokkenluider kennelijk niet een motief heeft, omdat hij bezorgd is dat het geld van het land verprutst wordt. Heeft andere motieven, politieke motieven zitten hierachter. En B, heel Suriname, of een groot deel van Suriname, eigenlijk zelf niet de moeite doet om dit dieper te onderzoeken. Op meneer Oostburg na. Ik zeg erbij, meneer Oostburg na. Heb ik er weinig van gezien. Dus ik vind dat we daar ook hieruit een lering moeten treffen. En ik sluit af door te zeggen, ik denk dat er wel tjoetjas zijn. En ik denk dat het dieper gegraven moet worden. En ik denk ook dat het OM door moet gaan. En ik denk ook dat Noor Mohammed en Santokhi een scheve schaats hebben gereden. Maar dat zijn andere, op andere gronden. En als we die gronden niet aanreiken aan het OM, dan gaat het OM alleen die dingen uitzoeken waarvan die denkt, maar goed, hiermee komt hier. Dit is niet strafbaar, dus klaar is klaar. En dan lopen ze lachend weg. Dank u, Gerald. Houd u even aan, meneer Hikmat. U bent klaar. Dank u wel voor uw uitleg. Ik zei het al. Het is goed dat wij andere mensen ook horen over wat er gebeurt en hoe mensen kijken tegenaan. En dat wij niet eenzijdig informatie nemen, maar dat wij van alle kanten uit moeten kijken naar de situatie. U had het over de klokkenluider vandaag, u heeft die ruimte gehad. Ik hoop dat Suriname iets daaraan heeft. Ik heb het ook duidelijk gezegd van, u mag hier praten. Ik bedoel, als u een mening hebt en een duidelijke mening en u kunt het uitleggen, dan moet u de ruimte... Ja, en luister, voor mij is het eenvoudig. Als u daar wat vinden van, ik mag niet praten. Prima, joh, ik heb andere dingen te doen. Ik zou zeggen, wees blij dat ik... Ja, maar laat mij afronden. Laat mij afronden. En die ruimte moet u krijgen zoals iedereen dat krijgt. Maar goed, als wij ook onduidelijkheden hebben, dan willen wij dat ook met u bespreken. Meneer Marcel Oostburg is gekomen naar hier. En hij zegt van, hij heeft enkele vragen voor u. Bent u bereid die vragen te beantwoorden? Ja, natuurlijk. Sterker nog, ik wilde net zeggen dat ik, meneer... ik zou willen voorstellen dat meneer Oostburg en Kennedy ontzettend veel behoefte heeft om in het debat te gaan. Mm-hmm. Dat we dan een aanvullende uitzending besteden, als jij dat ook goed vindt, Gerald. Mm-hmm. Om met meneer Oostburg dit ook verder te bespreken. Want uiteindelijk, de vraag is of ik eigenlijk gelijk heb. Maar uiteindelijk moeten wij samen proberen helderheid te krijgen voor het land. Hè? Okay, niet voor partij X, Y of Z. Dus ik ben wel beschikbaar. De vraag is, wil je dat nu doen en hoeveel tijd? Want wat ik niet aan ga meedoen nu, is dat meneer Oostburg 5 minuten wat gaat zeggen en dan zeg jij het is klaar. Het is nu tijd. Dan zeg ik nee, dan begin ik niet aan. Dus we nemen of de tijd of we doen het een andere keer. Jij mag het zeggen. Meneer Hikmat, ik heb 1 vraag voor u voordat we naar meneer Oostburg gaan. Ja. Als u dus dan naar de klokkenluider hebt
gekeken. Je hebt hem bestudeerd op je eigen manier. Je heeft geluisterd naar die andere mensen die gesproken hebben. Heeft u wat grond kunnen vinden waarbij u zegt dat het nodig was om die 8 miljoen US dollar te betalen aan die aannemer? Jij breekt nu, ja, ongelukkig, je breekt nu, maar ik zal samenvatten wat ik begrijp. Nee, het is ja of nee, het is een concrete vraag. Er is een concrete vraag. Nee, ja, natuurlijk, maar laat me even kijken. Je zegt, was er aanleiding om 8 miljoen te betalen, toch? Ja. Ja of nee? Dat is de vraag. Dat is de vraag, toch? Ja, ja of nee? Ja. Nee, het gaat er niet om ja of nee. Hou op met dat soort quiz. Kijk, het punt, dan heb je bijna niet geluisterd wat ik allemaal heb gezegd, joh. Er was, nou, ten eerste, de eerste opmerking. De hoogte van het bedrag, daar moet nader onderzocht worden. Het moest in elk geval 7,5 zijn, want dat is wat zo'n Afghaan zelf wil. Dus waarom 7,9, dat is al, dat hoeft er niet. Maar de vraag is of het ook 7,5 had moeten zijn, of niet 5,7. Dat moet onderzocht worden, of niet inmiddels daar dingen opgevoerd zijn. Iedereen kent toch de hele discussie, tot vandaag wordt de discussie gevoerd, of die snelweg eigenlijk 60 miljoen had moeten kosten. Dus ik zeg, de hoogte, dat moet onderzocht worden. Dat er grondslag was om te betalen, ja, dat is aan te nemen uit de overeenkomst op 2019. Dus het antwoord is in 2019. Ja, oké. Nee, dan hebben we dat begrepen. Dat wilde ik even weten. Meneer Oosburg gaat heel kort in op 3 vragen, want... Nee, ik ga niet. Op 2 dingen. Ik ga op, joh. Wij moeten gewoon afspreken. Het is niet zo dat ik meneer Oosburg niet wil, maar ik ga niet in die toezegging. Op welk programma wel? Of we spreken af. Luister, we gaan afspreken. We doen straks een uur, dan gaan we met Oosburg rustig zaak opnieuw bespreken. Of we doen een andere keer. Maar ga niet 5 minuten nu ineens dat Oosburg gaat praten en daarna moet ik ophangen. En dan, nee, dat gaan we niet doen. Meneer Hikmat, ja? Ik wil graag dat u nu naar mij luistert. Alsjeblieft. Ik heb de leiding over het programma. En ja, luistert u. En ik vraag u, als meneer Marcel Oosburg 3 vragen mag stellen. En natuurlijk krijgt u de ruimte om kort en duidelijk antwoord te geven op die vragen van meneer Oosburg. Waarom ik het vraag, is omdat ik later ook een ander interview heb. Maar die ruimte krijgt u wel om antwoord te geven op die vragen van meneer Oosburg. Oké, nee, dat is prima. We zullen het op deze manier doen. Nee, onder die voorwaarden prima. Oké, we gaan naar meneer Marcel. Ja, goedemiddag Hikmat, goedemiddag Gerald, goedemiddag luisteraars. Hikmat, ik was toevallig hier omdat ik iets voor Gerald moest brengen. En ik zie dat je in de uitzending bent. Ik zeg, ik luister graag naar Hikmat. Mijn eerste vraag, Hikmat. Mijn analyse heb ik gemaakt vanuit het vonnis van de Centrale Bank, met name Hoefdraad. Ken jij dat vonnis? Ga door. Dan moet je dat vonnis gaan bestuderen en dan ga je merken dat alles dat hier is gebeurd in die Panam case fout is. Het vonnis van Hoefdraad zelf zegt de rechter en het OM, een resolutie achteraf wordt niet geaccepteerd omdat het strafbaar feit locus delicti gepleegd was, eerder was gepleegd. Let wel, dus bij de bankwet die zelf geen strafsancties heeft, heeft het Hof van Justitie, het is jurisprudentie, hebben ze het gekoppeld met artikel 13 lid 1 van de anticorruptiewet. Dus mijn toetsing aan dit geheel, de documenten die ik hier zie, heb ik het gewoon gematcht met het vonnis en van de Centrale Bank, met name Hoefdraad en Van Tricht, en ook de anticorruptiewet. Daarop heb ik mijn analyse gemaakt. Is 1. 2. Oké, prima. 2. Met een missieve wordt geen geld betaald. Een missieve is een interne stuk
Met een resolutie wordt er geld betaald. En de resolutie is nooit boven water gekomen. Er is meerdere keren aan de minister gevraagd. Publiekelijk. En de minister zegt, die resolutie, nee, met de resolutie betaal je niet, maar met de missieve. Maar een missieve, misschien in Nederland is het anders, maar in Suriname is een missieve, zeg, een interne stuk hoor. Dus met een missieve kan je nooit geld betalen. Dan weet je dat ook. Wie maakt, wie maakt die resolutie op? De resolutie wordt, het wordt ook nog gepubliceerd. Maar wie maakt het? Nee, die resolutie? Wie moet het in elkaar zetten? Wie moet het in elkaar zetten? Moet de vice-president niet betrokken zijn? Dus kijk, en daar heb je nog weer iets anders. Ja. President Santokki, ik moet, als je luistert, heeft in december, in juli 2023, heeft hij een wet veranderd. Maar dit alles gebeurt voor 2023. En dan geldt de wet van 1996, waarbij de vicepresident, de raad van minister, moet tekenen. Niet de president. Geen presidentiële ding. Regeringsraad, regeringsmissieve, toch? Hikmat, ik stuur voor jou straks de wet die de president heeft veranderd in 2023. Men zegt, omdat men zou weten dat de ABOP, of althans de VP, niet zou meewerken aan dat van de PG, de benoeming van de PG. En toen heeft de president die wet veranderd. Ja. In 2023, maar die wet... Misabi. Oké, maar 2023 heeft de president, eerder heeft de president een aantal besluiten genomen die door de RVM genomen moesten worden. Omdat die wet van 2023 aanvulde de wet van 1996. En de wet van 1996, daar is het de RVM met als voorzitter de vicepresident. En ik wil het niet opnemen voor de klokkenluider, maar omdat ik dezelfde klokkenluider niet ken, maar wanneer de president uitlandig is, als vorige week, is het, staat in de grondwet dat de vicepresident waarneemt als president. Klopt. Waarnemend president. Dus als de president morgen, zeg maar, laten we het niet hopen, maar hij wordt ernstig ziek, hij komt te overlijden of zo. Maar wat is je vraag? Wat is je vraag omwille van de tijd? Oké, mijn vraag is, ik heb jou gevraagd, ken je het vonnis van de centrale bank? Als je zegt ja. Eén, twee, nee, twee. Als je zegt ja, dan is alles hier vol. Twee, met een missieve mag je niet uitbetalen. Er moet een resolutie zijn. Drie A, hè. De minister zelf van Financiën zegt, ik heb betaald op basis van mondelinge afspraken. Nee, dat heeft hij niet gezegd, maar geeft niet, ga door. Maar mijn god, dat heeft hij vaker gezegd. Hij zegt, ik heb betaald op basis van mondelinge, en je moet de minister niet vertegenwoordigen hier. 3B, aan de minister van OW is vaker gevraagd, waar is die resolutie? Het is er niet toch? En 3C, de aannemer zelf zegt, ik heb 0 centen ontvangen. Abo, mag ik nu? Ja, ga je gaan. Oké, Arkibo. In dit gesprek heb ik gezegd dat er tussen 2019 en 2023 aardig wat administratieve fouten zijn begaan. Slordigheden, fouten, etc. Het moet nog blijken of die slordigheden en fouten, en dat zijn fouten, dat zijn gele kaarten en dat soort dingen. Maar daarom verwijs ik, ik verwijs jou naar het vonnis van de centrale bank. Ik kom daarop. Je moet ook luisteren, meneer Osburg, alsjeblieft. De vraag is, wat daarvan strafbaar is, dat moet de rechter bepalen. Dan kom ik nu op het vonnis. Ik geloof dat u en met u velen zeggen dat Hoefdra ten onrechte veroordeeld is.
U vindt zelf ook dat de rechter en het OM daarin gedwaald zijn. Dus die dwaling hoeft niet te betekenen dat de rechter opnieuw moet dwalen. Het kan wel als jurisprudentie gebruikt worden. Maar wat nou, u gaat niet Santokki in de rechtbank krijgen, het OM. Wat nou als het OM die jurisprudentie niet antwoordt? Dan kijken wij machteloos wat er gebeurt. Dit is wat ik zeg. Wij moeten zelf de zaak beter afpellen en pantklaar bij het OM leggen. U heeft de koppeling gemaakt met Hoogdraad. De klokkenluider heeft dat heel stukjes in van gedaan. Dus ik zeg tegen u, die dwaling van die rechter hoeft niet te betekenen dat de nieuwe rechter bij Santokki ook mee gaat dwalen. Oké, punt 2. U heeft gelijk dat missieve en resolutie. Maar de hoofdvraag, kijk, de kern van de zaak gaat niet veranderen. Dat er administratief in gerommeld is, gaat niet veranderen. Als het is zoals u en meneer Van der Zand heeft het ook keurig uitgelegd, waarvoor dank aan meneer Van der Zand. En u heeft het ook uitgelegd. Als Santokki dan al die procedures ook gaat doorlopen, nou prima, dan is administratief ook en overal een vinkje te plaatsen. De kern is dat deze mannen hebben besloten om dit te doen. Dat is de kern. En dat ze dan administratief hier en daar slordig zijn gegaan, dat is dan heel irritant. Dan moet de rechter maar kijken of ze daarvoor eigenlijk een strafbaar feit hebben begaan. Ten derde, u heeft gelijk. Het schijnt, ik heb het zelf niet gehoord, maar het schijnt dat meneer Sorabkan heeft gezegd. Maar ik heb u net verteld dat in de overeenkomst staat naar welke bankrekening het moet gaan. Als dat het geval is, dan moet het OM die vraag stellen van, maar daarom heb ik ook 3 keer gezegd, follow the money. En dan kom je bij een potentiële beerput eigenlijk. Dus dat geld is dus niet naar die hakkenbank gegaan. Oké, maar meneer Raghubar Singh, dat is de eerste, die moet je dan per direct ophalen. Want hier tekent u een overeenkomst naar Hakkerenbank, dat u naar Hakkerenbank moet overmaken. En we zien eigenlijk dat u naar Pietje Puk heeft overgemaakt. Dat nog kan. Weet je? Oké, dus daar heeft u Maar daarom zeg ik, het is niet zo dat ik zeg dat het allemaal een koekenheizaak is. Ik blijf herhalen. Als wij gaan zeggen dat het een snelheidsovertreding is, en het blijkt dat die man zijn snelheid keurig was, maar we testen niet of die man dronken was, of zijn rijbewijs verlopen was, loopt die man gewoon rustig weg. Dus je loopt kans dat Rian en Santokki hier lachend weglopen, omdat zij op die overeenkomst gaan vertellen, Lukuja, ik lees hier dat die verhard moest worden. Terwijl de klokkenluider zegt, nee, dat is een valselijke opstelling. En dat is dus niet valselijk, dames en heren. Abu, dus dat waren mijn antwoorden toch? En volgens mij heb ik alles gegeven. Ja, nee, maar toch, ik kijk nou, het is jouw mening. Ik ben het niet eens met jou en dat mag. In een discussie mag dat, Jerre, dat mag. Sowieso. In een discussie mag dat. Ik hou me nog. Kijk, jij praat over de rechter. Maar je gaat een politieke ambtsdrager springen niet en gaat niet zomaar naar de rechter. Juist. Dan moet jij nu, wanneer het OM de zaak verder wil onderzoeken. Als de president inderdaad strafbare handelingen heeft gepleegd, en of de minister van Openbare Werken, en of de minister van Financiën, dan moet het OM eerst een handeling plegen, alvorens de zaak naar de rechter gaat. En die handeling is, want je kan, er zijn, wat is een strafbaar feit? Een strafbaar feit is een feit van, waar er het redelijk vermoeden bestaat. Let wel, het redelijk vermoeden. En pas wanneer de rechter jou heeft veroordeeld, kan je zeggen, je hebt je schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Wel, jij zegt dingen, je bevestigt het. Je ontkent het niet. Je zegt, ik maak, dat zaken verkeerd zijn gegaan. Dat geef je toe. Maar hoe moet het OM nu onderzoeken zaken die verkeerd zijn gegaan? Het OM kan dat onderzoeken wanneer het OM daartoe toestemming krijgt van de Nationale Assemblée. Nee, het OM kan eigenlijk nog voordat hij in staat van beschuldiging gesteld wordt,
en tot onderzoek komen dat er gereden kans is, gereden vermoeden is dat hier strafbaar gehandeld is. En dan kan hij dat is, dat klopt, maar je kan de drie mensen... Je kan de drie hoofdrolspelers niet gaan verhoren in hun hoedanigheid als verdachte. Omdat... Niet als verdachte. Als wat we ze gaan horen. Nee, je kunt ze ook als getuigen horen. Omdat je andere stukken hebt al gehad. Bovendien, mind you, het OM kan gewoon de hele zaak reconstrueren en alle documenten ophalen. Zonder dat hij Riyad eigenlijk in een cel zet of Santokki in een cel zet. Dat hoeft niet. En wat ik zeg is, meneer Oostburg, u moet, ik hoop dat u dat scherp heeft beluisterd. Is, als het OM gaat onderzoeken van... Moest er verhard worden door de staat en moest dat betaald worden? En het OM leest die overeenkomst zoals ik het lees en de juristen die ik heb geraadpleegd. Dan zegt hij, nou, dit is helemaal geen strafbaar feit hier, we gaan klaar. Dan gaat hij niet dieper zoeken. En ik zeg, laten wij het OM dingen aanreiken dat hij er niet meer omheen kan. En dat hij dan zegt, maar dit is... Maar hoe geef je 320... Heb jij gekeken naar onze comptabele wetten? Heb jij daarnaar gekeken? Je moet deze case... Je moet onze comptabele wetten ook bekijken als je deze case wil analyseren, hoor. Ik heb toch gezegd, die comptabele wetten zijn overtreden. Oké, dan kan je stoppen. Als die comptabele wetten zijn overtreden... Dat betekent dat artikel 13 lid 1 van de anticorruptiewet onmiddellijk daar is. 100% op het moment, op het moment dat je comptabele wetten overtreedt, ook al hebben ze geen strafsanctie, artikel 13 lid 1 van de anticorruptiewet is daar. En ik verwijs jou naar een jurisprudentie van het Hof van Justitie. Jij zegt, de comptabele wetten zijn overtreden, Hikmat, daar heb je al alles gezegd. Je moet de comptabele wetten koppelen met artikel 13 lid 1 van de anticorruptiewet. Daar houdt het op. Daar heb je ons bezig gehouden anderhalf uur. Ja, maar... Nee, Hikmat, je hebt ons voor niks bezig gehouden anderhalf uur. Ja. Het wil lijken als jij een andere agenda nu hebt. Ja, nee, dat is shoot the messenger, ja. Nee, ik heb je alleen maar gezegd, je hebt bevestigd dat comptabele wetten zijn overtreden. Ik verwijs jou naar de anticorruptiewet. De anticorruptiewet volgens het Hof van Justitie, 5 rechters zeggen dat ook al heeft de bankwet, artikel 16 en 18, geen strafsanctie. Wij koppelen het naar de anticorruptiewet, artikel 13 lid 1. Daarom zeg ik tegen jou, die koppeling naar een Hof van Justitie is onze hoogste rechtsinstantie. Dus, Ik bedank we gaan afsluiten. Wat zegt u tot slot, meneer Hikmat? Ik moet nog één laatste opmerken. Meneer Oostburg, ik heb gezegd dat de comptabiliteitswet, want ik heb ook aangegeven dat, en dat vloeit voort uit het feit dat die begroting niet was uitgerust met die betaling. Maar de vraag is, dat weet ik niet 100% zeker, maar alles wijst ernaar, en dat moet ook onderzocht worden. Dat moet eerst onderzocht worden, meneer Oostburg, trouwens voor uw informatie. Ik zeg dat, maar het moet onderzocht worden. Als Santokki zegt, maar de hele coalitie heeft die begrotingswijziging goedgekeurd, dan staan we ook met lege handen buiten, hè? Dus daarom heb ik toch net eerder gezegd, die hele Sampi en Abo hebben geen stampij gemaakt in het parlement om te zeggen, hé, maar Sapsa,
u bent hier de wet aan het overtreden. Dat is wat ik zeg. Dus dat is daar niet gebeurd. En daar overtreed je een comptabiliteitswet. En niet op straat. Dank u. Dank u wel, meneer Rietman. Dank u wel, meneer Oosberg. Dank u wel, meneer Rietman. Nee, ik heb niks met toe te voegen. Ik heb niks. Ik roep Rietman alleen. Ik moet daar een adres. Nadat hij bevestigd heeft dat in zijn optie de comptabiliteitswet is overtreden, heb ik niks meer toe te voegen. Dan treedt artikel 13. Dankjewel. Ik maak een groetje. Taboom. Hoi, doei doei. Dag. Dag. En zo hebben wij gesproken met de zeer gewaardeerde meneer Hikmat hier live on DTV. En ik blijf het zeggen, ik zie mensen vaak in die live zeggen van, ja, dan ben ik allemaal goed. U bepaalt dat ook niet. Dus wij respecteren onze gasten. U hoeft het niet eens met die gasten te zijn. Ik ben soms ook niet eens met ze. Maar ik luister. En als je ook niet wil luisteren, die macht heeft hij ook om niet te luisteren. Dus nog kost de gast of minder, dat gasten moest weer. Als je niet wil luisteren, weet je precies wat je moet doen. Ja? Maar de gasten zullen blijven komen. Meneer Oosberg. Ja? Heeft u per deurwaarde exploon dat u gebracht? Gestuurd. Gestuurd? Jawel. Het is gestuurd? Ja. Het is adidapikba. Ik moest kiezen, hij moest tekenen het ook. Dus, maar is het ook wel? Ja, ze naar de deurwaarde brengt, daar moest die paaier zijn over. Dus hij tek je om te zo administratie. Uiteraard, mi doet toezeggen. En je doet? Uiteraard. En mi nou want ik over het tori morgen, omdat mi vindt dat jullie moeten eigenlijk de politiewoordvoerder vragen wat precies mis is gegaan. Wat is misgegaan? Dat de PG heeft gezegd van... Maar had u afspraken met de PG? Of ik afspraken heb met de PG? Ja. Laat mij dit van zeggen. De PG, ik heb met de politie afspraken gemaakt sinds de eerste keer. En daarom zei ik toch, meneer Wip, het was de coördinerend officier. En hij stemde af. Daarom had ik u zeg, u moet de politie woordvoerder vragen. Laat zij zeggen nog. Naar wat ik heb vernomen, hè? Nou, dat... Er was geen afspraak met... Is niet waar. Er was geen afspraak met OM, want op die dag zou het Openbaar Ministerie gesloten zijn. Maar waarom is het Openbaar Ministerie gesloten? Ah, nou, om ten aanzien van die actie. Nou, ten aanzien van die ondersteuningsactie. Maar als ze gesloten zijn, is er niemand daar... Het was niet hermetisch gesloten, want er waren dus nog... Bepaalde zaken waren open. En ik heb nog donderdag... Kijk, ik heb donderdag met de politie vergaderd. Donderdag. En er zijn daar afspraken gemaakt en de politie was in contact met het Openbaar Ministerie. Let wel, de politie was... Maar trouwens, je hebt toch ook gemerkt, dezelfde vrijdag 1 maart was de politie de hele dag, de hele ochtend in contact met mij. Wie zijn die 5 mensen? Ja, dat wel. Dat heb ik weet wel u? Gezien. Continu. Ja. Continu. Wie zijn de 5 mensen die zouden gaan? Wie zijn de 5 mensen die zouden gaan? De pers mag niet meekomen. Dat zijn de afspraken die met de heer Oosburg is gemaakt. Dat heeft u toch de politie zelf horen vertellen. En de politie heeft alles vastgelegd op video. Dus eigenlijk als het zo is dat het Openbaar Ministerie niet op de hoogte was van de petitie. Dan is er een fout tussen de politie en het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie. Zegt u. Dat zeg ik. Ja. Maar daarom zeg ik, dan moet u praten met de woordvoerder. Ja, van de politie. Van de politie. We gaan checken met hem. Toch? Maar ik moet naar een andere zaak. Ik moet met iemand gaan praten over Babylon Hotel. Oh, mijn abu moet naar een pis dat hij. Zijn je vrede? Nee, ik heb de documenten niet. Ik heb wat documenten gezien. Hij heeft mijn abi, mijn taki. Je gaat zoeken? Moet zoeken, hij. Die zegt dat naar mijn hobby toch. Maar goed. Ik heb ze niet, ik heb mijn abi, mijn taki. Alleen zeg ik. In deze tijd in Afjamoni dat uit voorbij wat hotel. Doet dat aan Afjamoni. Maar kijk, ik geloof, ik denk dat de overheid niet zomaar zoiets zou gaan kopen. Mino denk je. Gewoon de maar op de maar. Waarschijnlijk hebben ze een plan met Babylon Hotel. Je moet dat aannemen, want ik denk niet dat voor mooi de man bij wou. Jarel, jongen, Isabi, jongen, ik moet terug naar toen. Mino denk je. Arki Jarel. Minister PRO de Nono, de R. Ros. Waar Ros nu staat.
Mikisa kiest dat voor onderzoek ooit. En mij adviseert negatief. Een ondernemer wilde daar kopen in ruil voor. Dus Ros, is dat foto laaiwaarde. In ruil voor de mamboos en de mango pechoide dape. Dan Mikisa. Johannes Mungerastraat? Johannes Mungerastraat. Want Biggie Perseel, dat is een Biggie Supermarkt. Ja. Is dat niet zo steep? Ja, ja, mis dat peet. Een Supermarkt Rex. Mm-hmm. Ja, want Biggie Perseel. Daar een man, want het is al eerder gebeurd, hè, Royal Torarica, de man voor GMD dat hè. Daar een man bouw die GMD in de Kopenhamenstraat toch. Hoe jong boy is dat, dat dat hij. Nee. Zabi, dus was een soort deal, sa. Ja, daar GMD bij de na, per Royal Torarica, de no no de. De man, geen kinderen Royal, faciliteer Royal Torarica na, nee, GMD in de Kopenhamenstraat. Zo ook toe een ondernemer. We want to do a slip and a ros. Majarel, if you beja echte bedrag, nanga sang a ondernemer be, dus a echte bedrag toch? Mm-hmm. Amina strati man toch? De man bewa mek ome money slipi, damit adviseer taki. Jere no? Welke regering was dat? Het was NDP in regering. Eén? NDP 1, ja. En wie was bij Ros toen? Beb? Of Abob? Ja, maar Abob. Abob was maar Abob nog bij... Dus, ik bedoel, Abob nog bij de tussenpersoon. Oh. Dat is mijn moeder, Jarel. De tussenpersoon. En mij, dus doen dat naar... Onder de groen, maar alleen tussenpersoon. Jongen, aan moeder na... DC, maar we pot DC, we pot DC, we pot dat. Mijn adviseer negatief en het is niet gebeurd. Mij doe onderzoek. Want misschien om een bedrag her, want ik wil echt weten wat, hoeveel het verkocht is. Want ik misschien een bedrag voor 3,5 miljoen, dan misschien wel voor 5,8 miljoen. Ik weet niet, dan Tramak is 1,8, ik weet niet. Minus, ik heb minus een takje, Jarel. Maar dan, ik ga later met iemand praten die documenten heeft. Minus Abi a informatie. Ja, pas maar Saba informatie. Minus Abi a informatie. Minus Abi. In op takje. Minus takje. Want daar is het. Daar is mano, de... mano Hikmat. Nami Mati. No ververi. No, no, Mati, help me dadelijk. Ik bedoel het niet zo. Maar ik praat met je wat later over de zaak van Babylon Hotel. Je blijft kijken. Gerald Harderwijk is de naam. Roberto Arpskerk. DTV is het kanaal waar televisie kijken anders is. Ik ben eruit.